Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op deze satellietfoto van 10 voor 1 vanmiddag kunnen we zien dat met name in de noordelijke helft van het land tamelijk veel bewolking voorkomt. In het zuiden is veel meer ruimte voor de zon. Het is wel vochtig warm, dat kunnen we echt merken buiten. Het zicht is behoorlijk slecht en alles voelt een beetje klammig aan. En dat heeft ook mee te maken dat de temperatuur nog steeds behoorlijk hoog is. Dit zijn de maximumtemperaturen gemeten tot 2 uur vanmiddag. Toen was het zo'n 23 graden in het noorden tot nog 27. In Limburg. Vanavond blijft het ook nog lange tijd warm, zo rond de 20 graden. Vooral in het noorden behoorlijk veel bewolking, in het zuiden de meeste opklaringen, maar ook daar niet helemaal helder. Komende nacht is de bewolking in het noorden dik genoeg dat er misschien een spatje regen of een lokale bui kan vallen. In het midden en zuiden van het land blijft het waarschijnlijk droog, met wat meer opklaringen. De minimumtemperatuur komt uit rond 15 graden. Morgenochtend, in eerste instantie nog behoorlijk veel bewolking in het noorden, misschien zelfs nog een enkel buitje, maar daarna wordt het nagenoeg droog, misschien een enkele bui in het oosten van het land. De temperatuur stijgt uiteindelijk na zo'n 20 graden in het noordwesten tot 25 of 26 graden nog steeds in het zuidoosten van het land, en dat alles bij een zwakke of matige wind uit de noordwestelijke richting. Kijken we dan naar de dagen daarna, zondag, dan op veel plaatsen toch wel redelijk wat zon. Maar later op de dag dan wordt het onstabiel en dan met name in het zuidoosten kunnen een paar flinke buien gaan ontstaan, mogelijk ook weer met onweer. Het wordt weer ietsje warmer, zo tussen de 22 en 26 graden en er staat weinig wind. Als het al waait is het uit de noordoostelijke richtingen zwak of matig. In de nacht naar maandag en maandagochtend dan raakt het bewolkt en gaat het enige tijd flink regenen. Er kan echt wel een behoorlijke hoeveelheid regen gaan vallen. Later op de maandag overdag dan wordt het weer droog en breekt van tijd tot tijd de zon door. Het is al wat afgekoeld, het is dan 21 tot 24 graden bij een matige westelijke wind. Op dinsdag zet die tendens naar dalende temperaturen door, dan wordt het zo'n 20 of 21 graden met verspreid een aantal buien, maar nu en dan ook wel zonneschijn bij een meest matige wind uit het westen tot zuidwesten. En kijken we dan nog wat verder vooruit, dan zien we dat die daling van de temperatuur die inzet tussen maandag en dinsdag die, die, dat die daarna volhoudt. De middagtemperatuur ligt zo rond de 20 graden tot en met het volgende weekeinde en ook op de langere termijn zien we dat er wel iets meer kans komt op wat hogere temperaturen, maar echt overtuigend is het allemaal niet. En als we dan nog naar de neerslagkansen erbij gaan kijken, dan zien we heel duidelijk die maandag en ook de dinsdag trouwens er nog uitspringen met behoorlijke hoeveelheden neerslag die kunnen gaan vallen. Maandag dus met name in de vorm van gestagen regen en dinsdag wat meer in de vorm van buien. En dan later in de week, met name op vrijdag, dan opnieuw kans op een aantal flinke buien. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl